65 behoeftige gezinnen hebben gisteren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 54.000 SRD ontvangen voor woningrenovatie of uitbreiding. Vice-president Ronnie Brunswijk en minister Aine Spané overhandigden de beschikkingen en benadrukten verantwoord gebruik van het geld. Deze steun is bedoeld om gezinnen met een laag inkomen te helpen hun woonomstandigheden te verbeteren. De jeugdraadslieden van Saramaka, Ashish Kalising en Tiara Ahmad Mohamed, hielden consultaties met jongeren over onderwijs en mentale gezondheidszorg. Jongeren deelden hun inzichten, die worden verwerkt in een rapport voor het Nationaal Jeugdcongres op 10 augustus 2024. Onderwerpen waren onder meer onderwijsmethoden, technologie, praktische vaardigheden en mentale gezondheidsbewustwording. Dit initiatief bevordert jeugdparticipatie en zal ook in andere districten plaatsvinden. Tijdens de maritieme operatie Sparimaka zijn recente successen geboekt. Op 1 juni werd een vissersvaartuig geïnspecteerd, waarbij 4 illegale Guyanese bemanningsleden werden aangehouden. Op 3 juni werd een schoener bij Leonsberg gecontroleerd en 5 illegale Brazilianen werden gearresteerd. De operatie startte ook in regio West met patrouilles bij de Corantijn en Nikeri rivier. De operatie, gestart op 27 mei, is een samenwerking van politie, kustwacht en marine gericht op het bestrijden van illegale visserij en contrabande in Surinaamse wateren.